Kevin Aarman, dit is het eerste toernooi wat jullie georganiseerd hebben? Ah, niet het eerste toernooi, maar wel het eerste Almeloze Bedrijven volleybaltoernooi wat we hebben georganiseerd vandaag. En ja, tot nu toe gaat het hartstikke goed. We zijn op de helft van alle wedstrijden. 24 enthousiaste teams en ja, er wordt veel gestreden. Is leuk om te zien. Is dit voor herhaling vatbaar? Ja, dat denk ik wel. Denk ik, weet ik wel zeker. Als je voor de eerste keer gelijk 24 teams hebt die zich aanmelden, bedrijventeams, dan denk ik dat dit toernooi alleen maar verder kan groeien in de loop der jaren. Denk je dat het niveau nog hoger wordt in de toekomst? Dat durf ik niet te zeggen. Het is vooral recreatief. Het moet leuk zijn. Een aantal teams zie ik ook echt wel fanatiek, maar dat hoort er ook bij. Uiteindelijk is er natuurlijk wel een mooie wisselbokaal te winnen voor het winnende team. Dus er zijn ook echt wel strijdende teams zitten er wel tussen. Ik hoorde al teams die wouden trainen voor de volgende keer. Dat zou mooi zijn. We hebben als sportbedrijf allemaal ook aangeboden om de teams die zich hebben aangemeld, konden van ons een gratis clinic of training krijgen. Een aantal teams hebben daar gebruik van gemaakt. Maar een beetje extra training is altijd goed voor de wedstrijd. Voor de tijd konden de teams eten. Wie had dat bedacht? We hebben met z'n allen Sportbedrijf Almelo bedacht. We hebben hier een mooie eigenpandige of een inpandige mooie horeca gelegenheid. Nou, meer dan de helft van de teams, zo'n 14 teams van de 24 hebben aangegeven ook graag te willen eten. Dus we zaten met z'n 100 tot 120 man gezellig een sportieve maaltijd te nuttigen in ons eigen sportcafé. Smaakt het een beetje? Lekker hoor. Ja, hè? Heel wat gaaf. Ja, ja. Ja? Okay. Wat de eerste, denk ik. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja, we moeten nog even evalueren, maar als ik nu zie twee halen vol, 24 teams, enthousiasme. Het is breedte sport, mensen allemaal eens in beweging krijgen wat ons doel is. Daar zie ik dit zeker nogmaals terugkomen. Je moet wel een aantal aanhouden van 24, denk ik. Vind je zelf niet? Dat is wel een beetje de max wat je echt op één avond aan kunt. Maar we zouden er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om naar twee of drie avonden te gaan. Als er meerdere bedrijven zijn die graag deel willen nemen. Maar daar moeten we dan nog in de toekomst naar kijken hoe we dat gaan organiseren als er veel animo blijkt te zijn. Oh, lekker afgedroogd, ja, nee, heerlijk. Kusje! 24! Nou. En dat is Sirius. Kom naar voren. De nummer 2, Sportbedrijf. Gefeliciteerd. 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 Gefeli